Goedemiddag, avond, ochtend, wanneer u ook kijkt. Ik ben hier met Karel van Wolferen, schrijver, oud-geleerde, of nog steeds geleerde, maar oud-hoogleraar, fotograaf. En waar het om gaat is dat wij 11 maart, jongstleden, dus ruim een maand geleden, hebben we voor het eerst gesproken over de coronacrisis. Toen waren we vol aarzelingen, omdat we nog dachten, we waren nog geïntimideerd eigenlijk door dat idee van specialisme, hè, dat je moet eigenlijk dokter of viroloog zijn om hierover te kunnen spreken. En dat is altijd goed, die aarzeling. En we hebben toen een aantal hypothesen eigenlijk geopperd. Inmiddels zijn we dus 30 plus zoveel dagen verder en hebben we allebei heel hard gestudeerd. En het meest onrustbarende is eigenlijk dat de meeste thema's die we toen hebben aangestipt, dat die allemaal realiteit zijn geworden. Ja. Dat we ook beter weten waarom die zich hebben ontvouwd zoals ze hebben gedaan. En iets wat we vandaag de dag kunnen vaststellen, toen ik tenminste, ik kon dat nog niet voorzien. Maar inmiddels leven we onder de staat van beleg. Ja. Er is geen ander woord voor. Ja. Intelligente lockdown, dat is allemaal flauwekul in mijn ogen. We hebben een staat van beleg. Mensen zijn hun burgerrechten kwijt, ja. Hebben zich daar grotendeels bij neergelegd, behalve wat gemor. En de vraag die ons vandaag dus zal bezighouden, is welke krachten zijn de drijvende krachten achter die staat van beleg? Zit daar een rationaliteit achter? En zo ja, welke is dat? Ik ben dat natuurlijk volledig met Kees eens. En we weten heel erg veel meer dan we wisten op 11 maart. En daar gaan we natuurlijk op in. En op basis daarvan wil ik eerst iets zeggen. Op basis van wat we nu weten, wil ik iets doen dat we meestal vermijden. Dat is op de stoel gaan zitten van de beleidsmaker. Het lockdown moet meteen worden afgelast. De schadige gevolgen ervan, die zijn onnoemelijk veel groter dan wat het bereikt. Het is crimineel geworden om ermee door te gaan. We moeten weer gewoon gaan leven in vrijheid. De scholen open, niet om de beurt of een halve klas enzovoort. Gewoon open. Politie moeten weer boeven gaan pakken en oplichters. En de boetes moeten worden terugbetaald. En als er nog oppositie is in Nederland, dan moet van deze oppositie een intensieve discussie verwacht worden, mogelijk uitlopend op een motie van wantrouwen. Dit is noodzakelijk, denk ik, om de democratie te helpen herstellen in Nederland. Want democratie is niet iets wat je hebt, maar wat je moet beoefenen. Ik denk dat ik daarmee wil beginnen. Dit is zo belangrijk. Het moet afgelopen zijn met deze fictie van een grote pandemie. Het is geen pandemie geweest. Dat is reclame van de Wereldgezondheidsorganisatie. En daar zitten grote spelers bij. Ik ben daarop ingegaan in een aantal van mijn solo-kolommen, videocolommen. En het is nu zaak dat we weer normaal gaan leven. Dat betekent wel dat er een kans is op opleving van infecties. En dan wordt daarvan de schuld gegeven aan het stoppen van die lockdown. Dat is te verwachten. De bevolking die is aanvankelijk niet op een natuurlijke wijze immuun gemaakt. Want dat gebeurt normaal met griepepidemieën. Er is één iets wat nog in het achterhoofd zit van ons allebei. En dat is dat er is met dit virus geknoeid in laboratoria. Zozeer zelfs. Er schijnen heel erg veel intensievere vormen ervan gemaakt te zijn. Dat zou kunnen betekenen dat de makers daarvan, de mensen die hier een hand in hebben gehad, zelf in paniek zijn geraakt en niet helemaal zeker weten of er misschien toch nog iets veel gevaarlijkers om de hoek zou kunnen komen kijken. Als de Nederlandse regering daar op een of andere manier weet van heeft, dan moet daar openbaarheid in komen. Ja. Dat is wat ik in het begin wilde zeggen. Ja. En laat vooral heel duidelijk zijn dat
de gedachte dat het wilde verzinsels zijn. Dat, dat dit niet een natuurlijk virus is wat van een vleermuis afkomstig is. Maar dat het een artificieel product is uit een laboratorium. Dat is de stelling van de Nobelprijswinnaar Luc Montagnier. Die in 2008 de Nobelprijs heeft gekregen. Vanwege het feit dat hij als eerste het HIV-virus heeft beschreven. En hij heeft dus vastgesteld dat in dit genoom, het genetisch profiel van dat SARS-CoV-2-virus, dat daar elementen, het is identiek aan SARS, maar er zitten elementen van HIV. En hij zegt dat is veroorzaakt, of dat nog steeds Nobelprijsstatus heeft, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat is zijn, ik neem aan, geïnformeerde guess en zijn veronderstelling. Maar dat is ontstaan doordat in het laboratorium in Wuhan, in China, gezocht werd naar een vaccin tegen AIDS. En daarbij is het waarschijnlijk ontsnapt. Maar dat is zijn, ik kan daar geen zinnig woord over zeggen, want ik weet niet, er zijn nog wat lezingen. Maar wat vaststaat is één ding, en dat is, het komt uit een laboratorium. Ja. En Montagnier doet daarbij nog een hele interessante uitspraak. En ik denk niet dat er veel mensen zullen zijn die op dit niveau die uitspraken kunnen doen. Hij zegt daarbij ook dat de natuur zelf ervoor zal zorgen dat het virus wat nu COVID-19 veroorzaakt heel snel zal muteren. Om de simpele reden dat de natuur zich niet verdraagt met kunstmatige producten zoals dit virus. En het zal daarom heel snel die HIV-componenten achter zich laten. Zoiets. Ja, dat is natuurlijk. Maar dat is nogal wat, hè? Dat zo iemand dat, en dat wordt in alle ernst, wordt dat dus onder de categorie nepnieuws weggezet. De brutaliteit. De propaganda die gaande is om alles wat wij nu vandaag ook gaan zeggen weg te wissen. En dat een uitkomst is van een andere epidemie, de nepnieuws-epidemie. Ja. Wat ook door het hoofd van de World Gezondheidsorganisatie is weggezet als infodemie. Ja. Daar wordt hard aan gewerkt om u blind te maken voor allerlei dingen. Onder andere blind te maken voor het feit dat er een medicijn is dat op vele plekken heeft aangetoond te slagen in het behandelen van de patiënten. En wil ik nog even iets zeggen. Er komen ongetwijfeld reacties van hou u bij de leest, schoenmaker. Hè? Zoals Kees al begon op te merken toen wij hierover begonnen te praten op 11 maart, was dat met zo'n aarzeling, want we weten onvoldoende over virussen. Maar dit is onze leest. Corruptie. Instellingen die niet meer functioneren zoals ze behoren te functioneren. Democratie die kapot gaat. En wat mij persoonlijk betreft, schijnwetenschap die ons ernstige schade oplevert. Ik heb me daar verdiept in het wangebruik van de wetenschap op het gebied van de economie, zogenaamde klimaatwetenschap en behaviorist psychologie. Ik heb me verdiept in het hoe en waarom daarvan. En ik denk dat we hier heel erg veel over kunnen zeggen, want er zijn zeer interessante overeenkomsten die te maken hebben met een blijkbaar niet uit te roeien conformisme. Een officiële werkelijkheid, een voorgeschreven werkelijkheid, een conformistische werkelijkheid, die gaat ontstaan met iets. En als je daar iets over zegt of argumenten tegen gebruikt, dat je dan wordt weggezet als een kwaadaardig, iemand met kwaadaardige bedoelingen. Ja, maar kijk, het meest beangstigende is natuurlijk dat je zou verwachten dat we hebben 150 Kamerleden, die hebben allemaal een staf van medewerkers. Daar zitten partijen achter in een aantal gevallen, die ook hun eigen wetenschappelijk bureau hebben en dergelijke. De vraag die toch opkomt na, wat is het nu, anderhalve maand, twee maanden met intensieve instelling van die staat van beleg. Waar zijn degenen die hier de legitieme vraag stellen, door elk parlement in deze situatie moet worden gesteld? Namelijk, wat blijft er over van de controlerende functie van volksvertegenwoordiging in een situatie waarin de regering zijn beleid volledig uit handen geeft aan een aantal specialisten, van wie inmiddels al is gezegd,
door weer andere specialisten die niet mee mogen doen. Die zijn in de uitzending van Nieuwsuur geweest. En die hebben gezegd, ja, dat is toch eigenlijk wel vreemd dat we niet horen, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij besprekingen van de centrale banken van landen, dat je weet wie waren er voor de verhoging van de rente en wie waren er tegen en waarom. Hier krijgen we geen uitleg over de verschillende standpunten die zijn ingenomen. We krijgen geen uitleg waarom die standpunten überhaupt de meerderheid hebben gehaald. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat, nou, ik noem maar iets, we zitten allebei met een grijze haardos die snel aan enig onderhoud toe is. En wat blijkt nou? Dat in Nederland worden de kappers een maand of een week eerder opengesteld, maar in België daarentegen een week later. Nou, het kan niet zo zijn dat bij de grens van Zuid-Brabant de wetenschap andere methodes en inzichten ontwikkelt. Ik krijg eigenlijk alleen maar de indruk dat elke regering hier de bevolking door zijn eigen hoepeltje wil laten springen. Ja. En dat, en daarom hebben die andere geleerden natuurlijk ook gezegd, van nou, zeggen ze denk ik subliminaal, mag ik er niet ook bij zitten. Maar ze hebben eigenlijk de rol overgenomen van de oppositie. Ja. Namelijk wat de Kamer al lang had moeten vragen. Ja. Wie zijn dat eigenlijk die daar worden neergezet? Ja. Ja. Onder welke invloeden opereren zij? Ja. Ja. Wat is de bron van de inkomsten van de organisaties waar ze bij horen? Ja. Ja. Dat zijn allemaal vragen die gesteld moeten worden. En op een of andere manier heb ik het vreemde gevoel dat ons parlement volledig verdampt is. We zitten hier in Den Haag met uitzicht op de Hofvijver. Daarachter is het parlement. Ja. Maar je krijgt het gevoel, het is een werkdag, maar ze zijn weg. Het parlement, maar ook die wetenschap die steeds wordt aangehaald. Hè? De epidemiologen hebben hier veel mee te maken gehad met waar we nu in zitten. En dan vraag ik aan die epidemiologen, hebben jullie wel eens naar je eigen geschiedenis gekeken? Heb je ooit iets gezien, ooit een maatregel gezien in het verleden, wat ook maar in de verste verte kan worden vergelijken met wat we nu meemaken? Nee. Bestaat helemaal niet. En dat is een belangrijke vraag. En dat is een soort vraag wat je altijd bij gedragswetenschappen zeker moet stellen. Kennen jullie je eigen geschiedenis? Hè? Ja. Economie is belangrijk, psychologie is belangrijk, enzovoort, enzovoort. Met exacte vakken misschien wat minder belangrijk. En dat is er niet. Dit is niet, in het Engels heb je scientific knowledge, en je hebt ook een woordje dat is scientistic. Het lijkt op science, het lijkt op wetenschap, maar het is nepwetenschap. Ja. En ik denk dat we hier te maken hebben met een heleboel nepwetenschap. Ja, in ieder geval met een zeer selectieve lezing, ja, een zeer natuurlijk beperkte invalshoek. Ja. Ja, het beangstigende is natuurlijk dat ik stond op het perron net, een verlaten perron in Leiden, te lezen de monitor waar dan op stond coronanieuws. En daar verscheen op een gegeven moment een aparte balk en daar stond op het verhaal dat de regering overweegt de hele bevolking verplicht te laten inenten, is nepnieuws. En toen dacht ik bij mezelf, hé, dat is een hele merkwaardige manier om daarmee om te gaan. Want wij weten, jij weet dat uit je uitvoerige studies op dit gebied, ik weet het uit het volgen van een deel van de dingen die jij hebt gezien. Wij weten dat er een enorme druk is om juist tot inenting over te gaan. Het is op 24 april, dus 4 dagen geleden of 5 dagen geleden, is er een topconferentie geweest, uiteraard via de monitor, met onderhand het hoofd van de WHO, met Bill Gates' stichting, met Macron, met Merkel en met nog een aantal. En daar werd gesproken over de noodzaak dat als straks de grote vaccinatie gaat beginnen, dat alle 7 miljard aardbewoners gelijke toegang moeten hebben tot de injectienaald. Nou zou ik zeggen, dat betekent dus niet dat regeringen hun burgers gaan verplichten om ingeënt te worden. Maar het is wel duidelijk dat er druk in die richting is. En de vraag die dan ook rijst is, waarom moet je een extreme variant, namelijk de regering gaat verplichten dat iedereen wordt ingeënt, wegzetten als nepnieuws en daarmee de discussie eigenlijk als zodanig verdacht maken. Terwijl er geen enkel geheime kennis voor nodig is om te zien, want het stond op de WHO-website bovenaan, die conferentie, om te zien hoe die druk gaande is en opgevoerd wordt. Ook moreel. En ik denk, als ik nog even mag zeggen, ik denk ook dat de staat van beleg,
Zo noem ik het maar steeds, want intelligente lockdown, dat kan ik niet zeggen zonder in de lach te schieten. Want wat er intelligent aan is, is mij niet duidelijk. Het betekent alleen dat het een beetje slapper is dan in Frankrijk bijvoorbeeld. Right, right. Maar het opheffen van die staat van beleg, dat wordt zo langzaam gedaan, nog afgezien van de epidemiologische consequenties die dat zal hebben. Maar dat wordt zo langzaam gedaan dat de mensen zullen verlangen naar welke sprong ze ook moeten maken, welke hoepel ze door moeten springen om er onderuit te komen. En daarmee wordt wel degelijk een klimaat gecreëerd waarin vrijwillige inenting mogelijk wordt. Toen, nog één ding, footnote. Toen die event 201 plaatsvond in oktober vorig jaar, waarbij weer de Gates Foundation, John Hopkins Medical School, die betaald wordt door Gates en de WHO, betrokken waren. Toen werd een peiling gehouden onder het publiek waaruit bleek dat 65% van de Amerikanen in dit geval bereid waren om zelfs een ongetest vaccin, en daar moeten we nog over spreken wat dat eigenlijk is. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk stof die daar wordt ontwikkeld. Maar dat 65% bereid waren om een ongetest vaccin, als het maar bescherming zou bieden tegen het virus. Op zich is dat natuurlijk een juiste gedachtegang. Zij dat je dat oordeel niet mag overlaten aan het massapubliek, wat blootstaat aan een enorme propagandacampagne. Nee, massapubliek weet onvoldoende wat vaccinatie eigenlijk is. Ja. En hoeveel risico's ermee zijn verbonden. En als een vaccin niet meegedraaid heeft voor een jaar of 10, dat je dan niet echt het vaccin mag vertrouwen. Ja. Dus ik denk dat we er om kunnen wedden dat mocht dat vaccin dan zich aandienen. En er zijn natuurlijk aardig wat bedrijven bezig om in alle haast er eentje te maken. Wanneer dat gebeurt en mensen in de rij gaan staan om een prik te krijgen, dan kunnen we er zeker van zijn dat het aantal dodelijke slachtoffers van dat vaccin veel hoger gaat liggen dan de sterfgevallen die worden toegeschreven aan dit huidige coronavirus. Ja, nou ja, wat jij vertelde in je laatste solo optreden, nummer 7 als ik me niet vergis, over die injectie die gegeven werd aan de Amerikaanse troepen die in de Eerste Wereldoorlog naar het Europese front vertrokken. En hetgeen dan gevolgd werd door de Spaanse griep met zijn miljoenen slachtoffers. Ja, dat is een hele griezelig voorbeeld. En een paar dagen geleden was op BBC World, nou, BBC wordt zwaar gesubsidieerd ook weer door de Gates-instellingen. Op BBC World was een gesprek met vrijwilligers, die één uit Amerika en één uit Engeland, die zich hadden opgegeven om een stof te laten inspuiten van het bedrijf Moderna Therapeutics. Ja. Dat is een bedrijf dat bestaat. Jij zei net, het zou 10 jaar getest moeten worden. Ja. Dit bedrijf bestaat nog geen 10 jaar. Het is net opgericht door Microsoft. Ja, en het is en zij hebben dus een stof. Zij hebben dus een procedure ontwikkeld die helemaal niet een virus of een vaccin is zoals we dat normaal denken. Je krijgt een heel klein beetje van een virus ingespoten. Je lichaam verzet zich enzovoort en dan ben je immuun. In dit geval gaat het om het interveneren in het celvormingsproces. Ja. Al jaren geleden is eigenlijk is vastgesteld in een artikel over Bill Gates, wat je mij volgens mij hebt toegestuurd, over het feit dat hij zo geïnteresseerd was in het redigeren van menselijk genetisch materiaal, dat dat een hele specifiek gevaar voor kanker met zich meebrengt. Omdat het proces waar je in ingrijpt nu is niet zomaar wat er gebeurt met een vaccinatie. Dit is genetische manipulatie. Precies. Van mensen op grote schaal. Ja. Moet je je voorstellen dat een bevolking die eerst gek gemaakt is met een zwaar uitvergrote en overdreven epidemie, dat die ertoe gebracht wordt om zich vrijwillig op te geven uit onkunde en door het verkeerde gebruik van het vaccin, want het is geen vaccin, de klassieke betekenis. Het is genetische manipulatie die je moet zien in het verlengde van wat Bayer en Monsanto doen met planten. Ja. Gaat Moderna Therapeutics doen met mensen. Ja. En dan wil ik nog even inhaken op dat Moderna. Het bedrijf Moderna, er was een overeenkomst gemaakt een week voordat die Tedros, de baas van de WHO,
Dat paniekbericht de wereld in. Hè, dat was op 30 januari dat hij dat deed. Er komt een golf, een enorme grote golf van een gezondheidsprobleem de wereld over. Dat was op 30 januari. Een week daarvoor waren Bill Gates en de WHO natuurlijk en ook de World Economic Forum is er een onderdeel van, plus wat bankiers en wat andere lieden bijeengekomen. En daar hebben ze een aantal plannen gepubliceerd in de tijd. Niet helemaal in detail, maar Moderna zou dan de opdracht krijgen voor een vaccin. Wat we nog, waar we nog niet over gehoord hadden. Nee. Dan komt er een week later die aankondiging die eigenlijk de hele wereld moest doen beven. Pas veel later kwam de aankondiging van een pandemie. Maar het was natuurlijk geen pandemie. Het was die eerdere aankondiging was om paniek te zaaien. Ja. En dat is gelukt. Ja. En nogmaals, verbazend goed gelukt. En dan, ja, men zegt van, goh, nou ja, jullie denken dat daar samenzwering achter zit. En jullie geloven alleen maar in samenzweringen, enzovoort, enzovoort. Oké. Okay. Laten we dit eventjes stellen. De naam Bill Gates valt steeds. Ja. Hoe komt het dat de wereld zo heel erg gauw in het gelid begon te lopen? Dat komt eigenlijk door twee bronnen van informatie. Eentje is Neil Ferguson, het hoofd van het Imperial College London. Of misschien niet het hoofd, maar hij heeft een heel belangrijke functie. Ja. Hij mocht met zijn computer vertellen dat er meer dan 500.000 dodelijke slachtoffers zouden gaan vallen in Engeland, in Groot-Brittannië, als niet besloten werd tot opsluiting, tot de staat van beleg. Macron was ingelicht door diezelfde Neil Ferguson. Op de dag dat Macron was ingelicht, op 12 maart, op die avond, kondigde Macron op de tv aan een staat van beleg, ja, en dat de Fransen zich niet op straat mochten begeven, ja, tenzij ze toestemming hadden van de politie of iets dergelijks. Ja, we zijn Nederland, in oorlog, zei de ik. Nederlandse premier, Rutte, die gebruikte dezelfde terminologie als Macron en die zei, wij zijn in een staat van oorlog. Ja. Dus Nederland wordt aangevallen. Nederland wordt aangevallen door wat? Ja, door een visum waarover we gehoord hebben. Het was natuurlijk flauwekul. Als je de metaforen gebruikt, moet je heel voorzichtig zijn. Ja. Het metafoor van oorlog voeren wordt natuurlijk in Amerika te pas en de onpas gebruikt. Oorlog tegen armoede, oorlog tegen drugs, oorlog tegen terroristen, wat niet kan. Oorlog tegen van alles en nog wat. Pas op, als je zo'n metafoor gebruikt. Want Nederland is niet aangevallen, wordt niet bedreigd. Alleen door een groep er binnenin, die wel de signalen krijgt van mensen daarbuiten en die mee hebben geholpen om deze krankzinnige toestand tot stand te brengen. Dan verder nog even over die hele Bill Gates Foundation. Dat is de foundation die zowel Neil Ferguson's werk daar voorziet van zware financiële steun. En ook een ander element, de Universiteit van Washington, waar ook impulsen vanuit zijn gegaan van die noodzaak voor een staat van beleg, wordt ook door Bill Gates gevuld. En dan verder hebben we, en dit ontdekte ik eigenlijk pas, hoe verder je gaat zoeken, hoe verder je gaat kijken naar dingen die gewoon langs je heen gaan op een normale manier. Maar als je weet dat er misschien iets achter kan zitten. De Bill en Melinda Gates Foundation heeft $9 miljoen aan The Guardian gegeven. Dus The Guardian loopt in gelid. Meer dan $3 miljoen aan NBC, dus die belangrijke tv-maatschappij in de Verenigde Staten. $4,5 miljoen aan National Public Radio. Een belangrijke, wordt altijd weggezet als een linkse bron in Amerika. $1 miljoen aan Al Jazeera, die waren goedkoop. En, nee, wacht even hier, eventjes. Ja. $49 miljoen aan de BBC. Ja. Dus de BBC loopt natuurlijk in het gelid. Ja, maar dat niet alleen. De BBC was ook betrokken bij een van de voorbereidende bijeenkomsten. In 2018 was een bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Gates Foundation ter gelegenheid van 100 jaar Spaanse griep. Ja. En daar waren allemaal vaccinatiepressiegroepen bij betrokken. Gates natuurlijk weer, de WHO enzovoort. Maar ook
Edelman, het grootste public relations bureau, die als slogan, heb ik nagezocht op hun website, als slogan hebben dat zij de techniek hebben ontwikkeld van het vertellen van een verhaal. Ja, ja. Je maakt een verhaal waar bijna niet aan te ontkomen valt. Hè? Als je eenmaal langs die lijn denkt, dan kan je een heleboel met de mensen bereiken. En wie was daar nog meer bij? De BBC. Dus zij waren al voordat deze grote bedragen, neem ik aan, gingen rollen. Ja. En vergeet niet dat de BBC een ernstige geldnood is. Hè? Ja. Er wordt gigantisch bezuinigd op het correspondentennet enzovoort. En de vreemde talenuitzendingen. Dus ze kunnen dat geld heel goed gebruiken. Maar ik zou nog wel met jou willen praten, om me ook een beetje scherp te krijgen. Is het nou zo dat we een... we hebben een soort weerloos gemaakte bevolking die dient als markt voor een groep high-tech bedrijven in de farmasector die met een nieuw product willen komen en daarvoor natuurlijk die markt willen beheersen. Ja. Of is het zo dat we sowieso praten over een veel bredere economische crisis en dat Bill Gates eigenlijk toevallig de niche heeft gevonden waar men kon zeggen van hey, dat is eigenlijk de oplossing. Daar kan je de mensen en mee bang maken en er wordt goed aan verdiend enzovoort. Want laten we dus niet vergeten dat er een gigantische beurscrash is geweest. Ja. Die zoals alle beurscrashes weer heel snel herstelt. Ja. Want de rijkste kopen die goedkope aandelen op enzovoort. Ja. Dus ik zie daar toch ook wel een soort... het einde van een tijdperk. Hè? Dat na 300 jaar liberale westerse expansie een moment is aangebroken waar onze economie toch gegarandeerd niet meer werkt. Mm. Met nul rentes, met gratis geld voor de allerrijkste. Nul rentes? Negatieve rentes. Negatieve rentes, ja. En maar ook met het hele... Ik heb gisteren nog even gekeken naar dat gesprek van ons wat we op 11 maart maakten. Mm-hmm. En een aantal dingen vielen mij toen op. We besloten toen dat er nog geen voorgeschreven realiteit was. En die is er inmiddels natuurlijk gekomen. Hè? De New York Times die publiceert die voorgeschreven realiteit elke dag. Ja. En dat wordt in Nederland heel serieus genomen. Dus de NRC en de Volkskrant schrijven dat lustig over. En we wisten ook niet, we hadden wel ons argwaan over de WHO. We vonden dat zowel zo'n internationale organisatie en ook die farmaceutische industrie, die we verdachten van een heleboel, dat die moeten open kaart gaan spelen. Nou, we zijn ver voorbij het moment dat dat nog kan, enzovoort. En dan, we hadden toen al besloten dat die vervlechting met elkaar van belangen, dat moet absoluut onderzocht worden, ja. hè, voordat we nog iets verder kunnen zeggen. En ook dat we de paniek als een oorzaak zien als mogelijk dat we in een richting van meer totalitaire controle, en die is dan mondiaal moeilijk moeilijk aan te wijzen enzovoort. Dat hadden we allemaal in dat gesprek van 11 maart. Sindsdien ben ik steeds meer gaan denken over die voorgeschreven realiteit. We hebben verschillende voorgeschreven realiteiten waar we niet over mogen praten. Want als je, op het moment dat je dat doet, verlies je je baan als je journalist bent. En zelfs tegenwoordig als je op een universiteit werkt. En ook word je weggezet als complotdenker enzovoort. Wat zijn die voorgeschreven realiteiten? Een voorgeschreven realiteit is dat Rusland is een grote bedreiging. Poetin is een enorme grote dreiging voor Europa. En daarom moeten we enzovoort. Dat is die propagandaoorlog tegen Rusland. Dan hebben we een voorgeschreven realiteit over de CO2. Dat er een klimaatprobleem is, kunnen we stellen. Dat er heel veel moet worden nagedacht over het klimaat. En wat we vooral niet het klimaat moeten gaan verergeren door enorme grootscheepse kap van tropisch regenwoud en nog een heleboel andere meer, spreekt vanzelf. Maar het heeft niks met CO2 te maken. En daar gaat die hele actie om. Heel veel waanzinnige bestedingen en wat ook de Europese Unie heeft besloten te doen. En dat gaat alleen maar ook om het redden van financiële instellingen. Dat is ook een voorgeschreven realiteit. Nu hebben we opnieuw weer een voorgeschreven realiteit. Een voorgeschreven realiteit is dat er is een pandemie.
We moeten met z'n allen, we komen er allemaal door. Ik ben hier naartoe gereden in de auto. En je ziet overal borden, blijf thuis, we komen hier samen wel door. Ja. Dus dat is die pandemie. Ja. Het is volksverlakkerij die zo ontzettend groot is, dat soms, zeker bij mij, de moed in de schoenen, want ik weet niet of wat we doen hier, wat we steeds doen met Weltschmerz, wat ik probeer te doen met die solo videokolommen, of dat ook maar iets uitmaakt op het, in het grotere geheel. Want, en dat, daar wilde ik met jou over praten. Ja. Hoe komt het? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat mensen die verstand hebben, en ik denk ook aan de Nederlandse intellectuelen en schrijvers, mensen op de universiteit, dat je niets van deze mensen hoort? Nee. Maar iets anders is dat we van een heleboel mensen juist wel iets hoorden, totdat deze pandemie tussen aanhalingstekens werd afgekondigd. En dat waren de gele vestjes in Frankrijk. Dat was een bijna volksopstand tegen de nieuwe pensioenwetgeving in Frankrijk. Ja, ja, ja. Vergeet niet dat de verkiezing in Frankrijk, dat was maar een gemeenteraadsverkiezing, die werd tussen de eerste en de tweede ronde beëindigd, opgeschort, omdat men zei van, nou ja, dat wordt een uitslag waar we niet erg mee uit de voeten kunnen. Dus laten we dat maar even aan die pandemie ophangen. Chili was in een staat van opstand. En dat was dan ook een echte linkse opstand. India was in een verregaande staat over die burgerschapwet. Yeah. Kijk, overal is het zo. Dat hoeven wij de wereld niet te vertellen, want dat is al een bron van bespiegeling links en rechts. Overal is het zogenaamde populisme in opmars. Dat wil zeggen, de bevolking uit zich vanuit een hele diepe ontevredenheid. Ik zei net over de beurzen in elkaar gedonderd, maar de mensen hebben natuurlijk vooral te maken met de afbraakpolitiek, met het steeds beginnen van nieuwe oorlogen, met migratiestromen die daardoor worden veroorzaakt, enzovoort. En populisme kan zich op twee manieren uiten. Enerzijds doordat de mensen direct in opstand komen, en dat zullen ook heel vaak opstanden zijn waarvan ik niet denk van, nou, dat zal ons dichter bij een grote oplossing brengen. Maar goed, de mensen komen in opstand, er worden nou eenmaal geen toegangskaartjes verstrekt. Maar het andere is dat die mensen ook nog steeds stemrecht hebben. En zij kunnen daarmee leiders aan de macht brengen die door de gevestigde elite, en Macron is daar een voorbeeld van, Rutte in iets mindere mate, maar goed, die speelt ook niet zo'n rol, maar die door de gevestigde elite niet worden gepruimd. En dat zijn Trump, de allerlaatste voor wie ik mijn hand in het vuur zou willen steken, maar hij is een outsider. Ja. En daarop wordt hij aangevallen. Daarom hebben ze 4 jaar lang, gedurende zijn eerste ambtsperiode, hebben ze geprobeerd om hem ter val te brengen op allerlei gronden. En nu gaan ze proberen om hem op de pandemie zijn herverkiezing te ontnemen. Ja. Bolsonaro, in mijn gevoel, ook een gevaarlijke gek. Verschrikkelijk iemand. Maar ook onbruikbaar voor de echte gevestigde Braziliaanse en Westerse elite. Ja. Dus in die zin heb je een tweesnijdend zwaard waar men een eind aan wil maken. Men wil de mensen van de straat hebben. Mm. En er staat letterlijk in de Nederlandse verordeningen verbod op groepsvorming. Mm. En men wil leiders die met oplossingen komen die niet passen in het schema, die niet via de normale kanalen gedisciplineerd kunnen worden, wil men ook van het toneel verwijderen. En ik denk dat die dingen bij elkaar komen met het feit dat winkeliersketen Gates een product in de aanbieding heeft waarvan het heel moeilijk is om nee te zeggen onder deze omstandigheden. Ja, ja, en dat is wat zich op dit moment afspeelt. En het is een griezelige gedachte. Ik wil daarover doorgaan, maar voordat we dat doen, wil ik nog eventjes een stapje terugnemen en mensen die hier naar kijken, vooral vertellen, want we zijn nogal heftig van start gegaan, vooral vertellen wat we nu meer weten dan toen we hierover begonnen te praten op 11 maart. En dat is dat dit virus is weliswaar nog altijd niet helemaal bekend. We weten nog altijd niet precies waar het vandaan komt. En of er vormen van zijn die we misschien hebben meegemaakt hier en daar, maar nog niet helemaal in volle kracht hebben zien werken. Dat kan zijn. Verder veroorzaakt dit virus een aandoening die niet ernstiger is dan een vrij lichte griep. Dit wordt ook door veel artsen in de Verenigde Staten krijg ik brieven vanuit de Verenigde Staten van mensen in de medische wereld. En die zeggen, wat wij meemaken hier, wat we ook meemaken, is dat we worden aangemoedigd, zelfs gedwongen, om sterfgevallen toe te schrijven aan het coronavirus. Ja, dat en datzelfde hoor je in Engeland.
dat sterfgevallen worden toegeschreven aan coronavirus. Er wordt niet eens een autopsie gepleegd, want heel erg veel sterfgevallen, dat weten we uit Italië, 80% of meer dan 80% waren mensen die doodgingen aan een andere ziekte en hadden ook coronavirus erbovenop. Ja. Want het is natuurlijk een virus wat zich, zich vooral welkom denkt te zijn. Mensen die al behoorlijk ziek zijn. Ja. En dat is al, iets. Al moeten we wel direct een voetnoot bij maken dat op geen enkele manier het erom gaat om het virus als zodanig te bagatelliseren. Nee, dat moeten Want we niet ook doen. Een ernstig griepvirus, ja, zoals in Nederland, 1957, 1968, dat waren slachtingen onder de oudjes en de zieken. En dat is nu ook zo. En als dat jouw oudje en jouw zieke is, dan doet dat pijn om te horen. Nee, bagatelliseer. Dus dat doen we ook niet. Dat is zeker niet de bedoeling. Maar het is buiten proportie. En het is een virus wat waarvan de bevolking een immuun aanpassing zou krijgen als ze de gelegenheid zou hebben gehad om zich wel te verspreiden. Ja. Dan zouden we het waarschijnlijk niet eens merken dat we het hebben. Maar met bepaalde uitzonderingsgevallen. En natuurlijk, wij, jij en ik, horen wel tot de groep mensen die groter gevaar zouden lopen. Ja. Maar oké, dat weten we. We weten ook, en dat is heel belangrijk, er is een geneesmiddel dat werkt. Er is een geneesmiddel wat al meer dan... Dat de verschijnselen onderdrukt. Dat de verschijnselen en daardoor kom je makkelijker die fase daarom, door waarmee je het precies, hebt. Precies. Nou, en dat is dat geneesmiddel wat al meer dan een half eeuw, ongeveer 60 jaar, gebruikt wordt door malaria patiënten in een vorm, hydrochloroquine. Dat is een vorm, die chloroquine zonder die hydro erbij schijnt iets te heftig te zijn en bijverschijnselen te hebben. Okay. Maar die hydrochloroquine plus dat antibacteriële antibioticum erbij en zink erbij. Ja, ja, die drie onderdelen ervan. Maar je mag het dus niet zelf werken. Doen, hè? Maar, niet op ons advies. Maar er is een grote propagandacampagne bezig om iedereen, dus u ook, die ernaar kijkt, hier blind voor te maken. Ja. Maar sinds dit geneesmiddel bestaat, zou verder gaan met wat dan ook, wat lijkt op de staat van beleg, crimineel zijn, in mijn ogen. Zeker als daar, als dus eigenlijk als stok achter de deur is, het genetisch gaan manipuleren van de celhuishouding van mensen. Die dat dan zouden doen omdat ze in godsnaam uit die situatie van lockdown willen komen. Ja. En dan wordt het inderdaad heel erg actueel om te gaan vergelijken met hoe die Spaanse griep is ontstaan. Want niet alleen was het zo, zoals jij in je laatste solo optreden vertelde, dat Amerikaanse troepen werden ingeënt, maar ook was het zo dat de mensen die getroffen werden in Europa en die bij miljoenen overleden zijn aan die Spaanse griep, waren toevallig niet de ouderen en de zwakkeren. Ja, precies. Het verhaal dat men vermoeid uit de loopgraven kwam is niet waar. Het waren jongeren, heel vaak natuurlijk ex-soldaten. En de doodsoorzaak, en dat stond in een groot stuk in de Parool, waar natuurlijk niet dat eerste deel van het verhaal over die injecties werd verteld, maar daar stond in dat de mensen uiteindelijk overleden aan een heftige auto-immuunreactie. Ja. Dus je immuunsysteem reageert alsof jij degene bent die aanvalt en vermoordt jou. Ja. Daar komt het op neer. Ja. En dat is, daarom is die Spaanse griep eigenlijk op een hele andere manier dan ons wordt voorgehouden. Ja. Een heel relevant voorbeeld en een hele grote dreiging die gekeerd moet worden en die onderzocht moet worden, ook uit elkaar gehaald. Natuurlijk. En dan komen we terug op die specialisten. Ik heb in die laatste kolom van mij en ook die voorgaande gezegd dat als de Nederlandse regering de beslissing over wat we moeten doen, laat afhangen van dat OMT, team, wat dus afkomstig is van het RIVM. Overigens ook betaald door Bill Gates. Ja, ja, ja. De belangenverstrengeling kom je overal tegen. Ja. Maar dat onverantwoordelijk is, omdat je dan de toekomst laat afhangen van de toekomstvoorspellingen van mensen die zich met heel andere dingen bezighouden dan waar het kabinet zich mee bezig moet houden. Ja. En dat is het algemene beeld van alles bij elkaar. Ja. Als daar bovendien in dat team mensen zitten die niet willen aanvaarden dat er een geneesmiddel is,
Nou, dan is dat volslagen onverantwoordelijk. Ja, ja. Wat ik niet heb gezegd, dat aan de andere kant, we hebben dus de informatie die een kabinet gebruikt om een beleid te hebben. En dan hebben we de uitvoerders van wat dat beleid. Dat is de politie, de ordebewaarders. Ja, ja, ja. En het is krankzinnig, maar dan helemaal krankzinnig. Dat mensen boetes krijgen omdat ze in een park lopen en niet familie van elkaar zijn, maar wel daar vlak bij elkaar. Ja. Of net een meter in plaats van anderhalve meter. Dit is krank. Jij had iets over de burgemeester van Nijmegen. Ja, de burgemeester van Nijmegen. Die werd geïnterviewd op de radio op Koningsdag. En je zou onwillekeurig verwacht hebben dat hij had gezegd, ja, het is vervelend dat wij op deze Koningsdag niet de feestelijkheden kunnen begeleiden, maar dat wij boetes moeten uitdelen. Maar dat zei hij helemaal niet. Hij had er zin in. Hij zei, we gaan er vandaag hard tegenaan. Er wordt niet meer gewaarschuwd. Het is direct schrijven. Ik dacht bij mezelf, kijk, er zijn dus in Nederland 25 hoofden van veiligheidsregio's. Ja. Dat is het. Ja. Vergeet niet, ik gebruik dat woord staat van beleg niet zomaar als een soort demagogische truc om een beetje spanning in de zaak te brengen. Staat van beleg betekent dat het normale evenwicht van krachten, waarbij de rechter een rol speelt, waarbij vertegenwoordigende lichamen een rol spelen. Dat valt helemaal weg. En ja, zoals Rob de Wijk, de grote denker, niet zo lang geleden verklaarde, in een crisis als deze moeten we allemaal achter de leider gaan staan. Nou, dat is dus het Führerprincipe. Ja. En het interessante is dat die 25 lui, die commissarissen van de koningin, die er ook allemaal bij betrokken zijn, dat die nu het ware gezicht van het gezag in een noodsituatie laten zien. Een noodsituatie die in werkelijkheid niet anders is dan een zware griepgolf. Alsof het de DDR is. Ja, precies. Nou, het is of nog erger. En dat moet absoluut ophouden. Dit kan Nederland niet lang volhouden. Nee, geen enkel land. En onze cijfers zijn ook helemaal niet zo gunstig. Want een van de dingen die ook steeds maar weggehouden wordt, is niet alleen dat middel wat de verschijnselen van COVID-19 zover onderdrukt dat je het niet door verzwakt en ook niet zo makkelijk longontsteking krijgt. Maar is ook dat die andere landen die helemaal niet meedoen, zoals Belarus, waar ook een populist Lukashenko heeft gezegd, je moet wodka drinken en sauna, veel in de sauna zitten, wat sauna, allemaal waar is. Want sauna is redelijk, want dat is luchtvochtigheid. Ja, ja. En dat is, Maurice de Hond is daar goed en in. Hitte. Dat is, heel belangrijk. Maar goed, het feit dat in Belarus praktisch geen overlijdensgevallen zijn, terwijl het aanzit tegen Rusland, waar ook niet veel zijn, maar iets meer, en waar wel een afsluiting is. Heel Oost-Europa doet het goed. Ook allemaal autoritaire systemen waar de staat van beleg eigenlijk al een beetje ingebakken zit in het normale leven. Maar ook die zaken worden weggehouden. Als je over Zweden leest, wat dus minder overlijdensgevallen heeft dan Nederland per miljoen inwoners, waarbij aangetekend moet worden dat door de Financial Times is vastgesteld dat de bevolkingsdichtheid op één plek, dat niks uitmaakt. Of je nou in een stad woont of op het platteland. Nou, kijk maar, in Nederland is Oost-Brabant. Dat is niet het meest dichtbevolkte deel van Nederland. Maar goed, ook wat er in Zweden gebeurt, wordt weggehouden. Of het wordt gezegd, ja, maar Zweden krijgt de rekening nog wel. Ja. Weet je wel, zo alsof wij hier een hele verstandige zet hebben gedaan. Bij hun zijn de terrassen open, de scholen zijn open. Terwijl onze schoolkinderen, Nederland stond, op de 26e plaats van leesvaardigheid van middelbare scholieren van 41 landen. De 26e plaats, een van de rijkste landen ter wereld. Dat betekent dus dat het vak waarmee je toegang verschaft tot alle andere vakken. Ja. Je hoeft dan niet meer te weten wat ze van geschiedenis weten en van aardrijkskunde, want daar weten ze dus helemaal niks van. Ja. Maar zij kunnen niet lezen. En wij waren de 26e en nu hebben we die scholen dichtgegooid. Ik zie het aan mijn eigen kleinkinderen. De scholen gaan weer open tussen hele grote aandachtstekens. De week zag er zo uit. De eerste week 3 dagen. Tweede week 1 dag. Want de school kwam er niet uit hoe ze aan de eisen van de overheid kunnen voldoen. En dan de derde week 2 dagen. En dan is het alweer vakantie. Nou, ze kunnen nog geen D van een T onderscheiden. En dat is de prijs die we betalen. Plus de volledige vernietiging in mijn ogen van het midden- en kleinbedrijf. Ja, dat is heel ernstig. Vooral het kleinbedrijf. Ja. Die grotere jongens,
die redden zich wel natuurlijk in de VS en alles wat verbonden is met het Amerikaanse industriële en het financiële systeem. Daar worden hele grootscheepse reddingsacties uitgevoerd. Maar het gaat om de kleine ondernemer, de kleine investeerder, de kleine ondernemer. Dat betekent dan dat hele straten waarin nog aardige kleine bedrijfjes waren, die worden opgeslot door ketting, door chain, ik weet niet hoe je het moet noemen, ketens, enzovoort. Ketens. En door ketens. En dan krijg je een heel ander beeld van. Ik vind dat wel een van de allerergste dingen waar we op vooruit zien. Ja. Het is ook weer opnieuw verschrikkelijk schandalig. Ja, het is werkelijk iets wat helemaal niet nodig was. Nee. En vergeet niet dat aan een winkel zit een heel sociaal web vast. Een manier van met elkaar omgaan, praten enzovoort. Nu sta je dus op een afstand van elkaar. Mensen, kinderen reageren schuw op het passeren van een volwassene. Allemaal zaken die in mijn ogen blijvende schade zullen aanrichten. Absoluut. Nee, die anderhalve, ja. als de minister-president gaat zeggen, we moeten nog wel even die anderhalve meter. Dat is flauwekul. Nog wel even. Het nieuwe normaal. Maar tegelijkertijd geeft men ook prijs dat het helemaal nergens op gebaseerd is. Omdat de minister van Nieuwenhuizen zegt, ja, in het openbaar vervoer zal het wel moeilijk zijn. Misschien is een meter ook wel goed. Ja. Nou, Erasmus Universiteit heeft vastgesteld dat als je iets hebt, en dat kan met symptomen zijn of zonder symptomen, is 6 tot 8 meter afstand als een cirkel, is noodzakelijk om echt besmetting te voorkomen. Als je niks hebt, kan je de hele dag op elkaar schoot zitten en dan gebeurt nog niks. Ja. Dus in die zin is het ook allemaal schijnwetenschappen. Het is net als de controle op Schiphol door zo'n automaat. Het zijn rituelen waar getest wordt eigenlijk of theater. Jij wel in de pas loopt. En denk erom, als je praatjes hebt, dan kan je nog even terug en dan mis je je vliegtuig. Maar goed, misschien moeten we het bij dit vrolijke reisbeeld even laten. Nou, ik las onlangs iets van een Amerikaan. En die had als baantje, hij kon niks anders vinden, had hij gediend bij die controle op een groot vliegveld. Ja. En hij moest ook de nagelschaartjes van piloten moest hij in beslag nemen. Ja. Want stel je voor dat een piloot, zijn co-piloot, te lijf gaat voordat hij zijn eigen vliegtuig kan. Ja. Nee, het is theater. Ja. En heel veel wat we nu meemaken is theater. Ja. Ja. En daar moet een eind aan komen. Ja. Nou ja, die oproep heb je gedaan en laten we hopen dat die nog steeds naklinkt. Laat ik ook even zeggen, jij deed hem. Dus als we straks door de politie worden aangehouden bij de uitgang, dan kan ik zeggen, het was die meneer. Oké.